Vanavond horen we hoe het zit met de coronamaatregelen in Nederland en of die volgende week ook misschien versoepeld worden. Ja, hoe zit het in andere landen? Bijvoorbeeld in Zweden, daar woont Ron Vervaat, eerder uit Lelystad. Ron, goedemorgen. Goedemorgen. Hey Ron, wat doe je daar? Of hoe lang woon je al in Zweden? Ik woon 26 jaar in Zweden nu. En ja, ik werk in de verzorging. Okay, maar word je dan ook met corona geconfronteerd daar, omdat je in de zorg werkt, of dat niet? Nee, ik werk als persoonlijk assistent. Ik werk voor een jongen die een oud ongeluk heeft gehad. Die is verlamd van zijn nek naar beneden. Dus dat is het werk wat ik doe. Daar doe je de dagelijkse verzorging voor? Ja, precies. Ja, maar moet je daar eigenlijk geen anderhalve meter afstand van houden, of geldt dat niet in Zweden? Nou, dan kan ik net zo goed thuis gaan werken. Ja, nee, daarom. Dat moet gewoon natuurlijk. Ja. Dat kan dus niet. Nee. Maar hoe zit het in Zweden? Want dat is wel wat soepeler dan hier, hè? Ja, waarschijnlijk wel. Ik weet niet hoe het in Nederland echt is. Maar ja, hier is gewoon alles gewoon als gewoon. Nou ja, wij zien beelden dat mensen op het terras zitten, naar de kroeg gaan. Dat is hier zeker niet mogelijk op dit moment. Nou, dit is hier dus wel, maar ik bedoel, je moet wel anderhalve meter afstand houden van elkaar. Maar ja, dat wordt een beetje in de wind geslagen. Nou. De mensen nemen het niet zo nauw. Ik geloof dat de meeste mensen niet echt geconfronteerd zijn met mensen die echt dood zijn gegaan. Nou, maar hoe is het met besmettingen en overlijdens in Zweden? Ik weet het eigenlijk niet. Gisteren waren het er nog 1500 of zo. Ja. Wat vind je ervan, dat mensen zich niet echt aan die regels houden die er dan zijn? Dat is eigenlijk dom. Ja, dus jij zou eigenlijk wel een strenger beleid willen, wat je in Nederland hebt, zou je eigenlijk in Zweden willen hebben? Nou, dat niet, maar gewoon mensen moeten gewoon meer bewust zijn van waar ze mee bezig zijn. Als je naar de winkel gaat en zo, en dat je echt afstand houdt. Mm-hmm. Het enige, want hier is, kijk, ze zouden hier ook kunnen doen met die winkelwagentjes, dat je het verplicht moet doen en zo. Ja. Ik neem zelf wel een winkelwagentje. Dus. Ja, maar inderdaad, als je hier naar de winkel gaat, er staan overal stickers, vakken voor de kassa waar je moet wachten. Wat zien we nog meer? Ja, van die jongens en meisjes die staan die winkelwagentjes schoon te maken vooraf. Ja. Maar dat is niet bij jou. Nee, dat is hier niet, maar ik heb van die, van die latex handschoentjes. En ja, meer heb je eigenlijk niet nodig. Nee, maar daar ben je wel in de minderheid, dat je die dingen gebruikt? Nee, er zijn er best een hoop mensen die dat doen. Maar het leuke is, als je hier bij de kassa staat, dan heb je die kassa is gesplitst in twee. Als je die band, dus je kan dus twee klanten tegelijk, maar ze hebben er geen tussenschot in. Dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit of je in de rij sta je afstand te houden, maar daarna sta je naast elkaar. Dat is een beetje dom. Ja, maar zeg je er ook wel wat van tegen mensen? Bij de Lidl hier hebben ze het wel gedaan. Daar hebben ze een plexiglas plaat ertussen gezet. Maar in de, de IKEA hier, dat is zoals de Albert Heijn, die hebben dat dus weer niet. Oh. Nee. En hoe woon je daar? Zit je helemaal buitenaf of zit je bij een grotere stad? Hoe moet ik dat zien? Ja, een grote stad is het nog niet, maar ik woon in een gemeente, die is ongeveer net zo groot als Flevoland. Ja. Er wonen 21.000 mensen. Dus de grote stad hier is dan Sollefteå in de buurt. Dat is hier 10 kilometer vandaan. En daar werk ik dus ook. Mm-hmm. En ik denk dat 11.000 mensen wonen daar, denk ik. Ja, nou, samen bij elkaar opgeteld. Nou, dan heb je niet heel Flevoland, maar een gemeente zoals Dronten ongeveer. Hey, ik wil nog even terug naar 1994, toen jij Lelystad verliet. Wat was de aanleiding eigenlijk om naar Zweden te gaan? Ja, ik had een verkeerd vliegtuig genomen en had ik hier een vrouw ontmoet. Oh, de liefde. Ja, dat was niet voor het weer. Oké. Nou, ik zou zeggen heel veel succes daar met wat je doet. Hè? Met je goede werk natuurlijk. Ja. En blijf een beetje gezond vooral en doe voorzichtig aan.
En bedankt voor het vergelijken. Ja, dankjewel. Oké. Hey Ron Verwaat, tot ziens. Vanuit Zweden dus.